Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik als gast in de podcast niemand minder dan Leni Koer. Met haar ga ik praten over hoe zij het ervaart, de oorlog hier in Israël met Hamas. Maar eerst even het weer zoals gebruikelijk. Nou, het is weer warm, het is ook vochtig, het is 30, 32 graden. Strak blauwe lucht, maar je voelt de vocht. Ik heb wel de ramen en deuren open en Joop zit nog steeds in korte broek en polootje. Ja, en dan is het vandaag een trieste dag. Er zijn 11 soldaten de afgelopen uren omgekomen in de gevechten in Gaza. Niet dat dat niet verwacht werd, want men staat aan de rand van Gazastad. En dan krijg je natuurlijk man tegen man gevechten. De soldaten worden beschoten uit huizen, vanaf daken. Ja, dat blijft altijd moeilijk. En ondanks dat de IDF probeert zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen, zullen er altijd doden vallen, helaas. Maar dat zijn prachtige jonge mensen. Het zijn mannen, vrouwen die hun leven geven, zodat wij hier in veiligheid kunnen blijven wonen. En dat moeten we ook niet vergeten. Ook is er afgelopen nacht weer een ballistische raket uit Jemen afgevuurd richting Israël. Men heeft inmiddels een marinefregat in de Rode Zee. En het RO-3 raketsysteem, dat werkt fantastisch, dat doet zijn werk erg goed. Dat is op tijd ontwikkeld. En het haalt die dingen uit de lucht. De Houthis uit Jemen die doen dit in opdracht van Hamas, van Iran, om Hamas te helpen. Sorry. En zij doen wat de baas zegt natuurlijk. Dus we kunnen de komende uren, dagen en misschien weken, maar dat hoop ik niet, nog meer van die raketten en drones uit Jemen verwachten. Ook aan het noordelijk front is het nog steeds onrustig. Er zijn doelen van Hezbollah de afgelopen nacht beschoten. Die zijn ook vernietigd. En men doet wat men kan om zoveel mogelijk het gevaar vanuit het noorden te beteugelen. Tot nu toe lukt dat aardig, moet ik zeggen. De sfeer hier in Israël. Het is nog steeds echt een land in oorlog, zo ervaar ik het gewoon. Ik heb het al vaker gezegd, de gezelligheid is weg. Alles doet iedereen gehaast. Je blijft niet even staan voor een praatje. Je wil zo gauw mogelijk weer naar huis. Dat is hoe je leeft. Het moet nu eenmaal en het zal nog wel even duren. Ik blijf het zeggen, ik denk minstens 2, maar waarschijnlijk 3 maanden dat deze situatie blijft, dat deze oorlog blijft. Want Hamas moet volledig worden uitgeschakeld. Men heeft gisteren een hele belangrijke commandant naar de andere wereld gestuurd. Die heeft ontdekt inmiddels dat er geen 72 maagden op hem wachten. Maar ja, hij kan niet meer terug. Dat was de man verantwoordelijk onder andere voor de massamoord op 7 oktober. Maar ook voor een aanslag een aantal jaren geleden in Ashdod, waarbij 13 doden vielen. En hij was commandant van de grondtroepen van Hamas in de noordelijke Gaza. Zo verdwijnt de ene na de andere commandant. En dat is een goede zaak, mag ik zeggen. Ja, en dan ik probeer zoveel mogelijk informatie op social media te zetten. En ik krijg natuurlijk de video's en de persberichten van die IDF, die vertaal ik. Die worden meteen op social media gezet en in israelnieuws.nl. Zodat jullie de waarheid kunnen lezen, want het gaat mij om de waarheid en niet om fantasieverhalen die journalisten maken om zoveel mogelijk lezers en kijkers te trekken, want daar doet Joop niet aan mee. Ik vind het belangrijk dat iedereen de waarheid krijgt. En of die nou positief of negatief voor Israël is, ik hoop natuurlijk positief, het doet er verder niet toe. Het gaat om de waarheid. En niet zoals een of ander lulverhaal gisteravond van Nieuwsuur, wat ik op Twitter zag. Ja, ik blijf het gewoon Twitter noemen.
Waarin eigenlijk het erop neerkwam dat de Jodenhatende studenten op de Cornell Universiteit eigenlijk daartoe gedwongen zijn omdat de Joodse donoren hun donaties hebben stopgezet. Dat is juist gebeurd door die Jodenhaat die studenten uitdragen en het bedreigen van Joodse medestudenten. Maar nee, Nieuwsuur draait dat om en die zegt dat komt allemaal omdat Joodse donoren gestopt zijn. Nou, sorry, ik vind dit leugens. Klaar, je moet de feiten niet verdraaien. Je moet de feiten geven zoals ze zijn. En of dat nou leuk is of niet, het is zoals het is. Ja, ik kan daar verder niets aan doen aan die berichtgeving in Nederland. Ik hoop dat jullie zoveel mogelijk mijn berichten blijven volgen. En van anderen die gewoon neutrale berichten geven. En dan ga ik nu kijken of ik Lenny Koer aan de telefoon kan krijgen. En dan zeg ik even een seconde geduld en dan ben ik zo bij jullie terug. Nou, dan heb ik aan de lijn op dit moment Lenny Koer. Lenny is in Israël. Goedemiddag Lenny, hoe is het bij jou? Goedemiddag Joop. Met mij gaat het goed. Ja. Ongeacht de situatie natuurlijk. Ja, tuurlijk. De reden dat jij hier bent is eigenlijk niet zo'n fijne reden. Als ik het zo even mag omschrijven. Nou, ik zou hier sowieso wel naartoe gegaan zijn, omdat mijn twee kleinkinderen jarig zijn in oktober. Ja, mazzel tov. Dus ik had al mijn concerten afgezegd en gepland dat ik vanaf 23 oktober tot ongeveer 3 november hier zou zijn. En toen begon dus de oorlog en toen waren er geen vluchten, et cetera. Ja, dus maar goed, ik wilde toch heel graag gaan. Ja. Omdat ik natuurlijk heel graag bij mijn kinderen wilde zijn in deze situatie. Tuurlijk. En die vreselijke dag van 7 oktober. Ik weet het nog zo goed. Ik had een concert die dag. Ik was mijn tas aan het inpakken. En mijn dochter belde van wat er aan de hand was. Ik keek op internet. Ik denk, oh my god. Ja. Nou, is onderweg, hè, want mijn kleinzoon die zit in het leger. En die werd naar een missie gestuurd. Dat voelde ik wel. Dus ik appte nog eventjes met hem. En ik wist dat hij in de bus zat ergens naartoe. Dus de hele dag dacht ik, oh my god, hoe zal dit aflopen? Waar zal hij naartoe gaan, et cetera? Ja, natuurlijk. Ik had nog eventjes communicatie met hem gehad. Ja. En uiteindelijk kwamen wij bij mijn voorstelling aan. Ik deed een soundcheck en ik keek. En toen zag ik dus dat Os geraakt was. Os was in zijn buik geschoten. Hij was naar drie verschillende locaties geweest, waaronder die vreselijke, zeg maar, waar het gebeurd is met het festival. En ik ga niet precies zeggen wat, want er zijn ook nog, weet je wel, maar ja. Hij, op een gegeven moment was hij in een bepaalde kibbutz en ze moesten mensen redden uit de handen van de Hamas. In het zuiden van Israël, hè? Dit was in het zuiden van Israël. Ja, ja. In het zuiden van Israël, ja. Dus dat hebben ze ook nog gedaan. Die jonge jongetjes, weet je, of jongens van 19, nou echt, die nu echt mannen zijn geworden door wat ze hebben meegemaakt. Het is ongelooflijk. Ik ben hier naartoe gegaan. Dus toen ik hoorde dat dat Os gewond was, en maar ook dat hij doorheen gekomen is. Maar ook wel wist ik een beetje al wat hij had meegemaakt. En dat is absoluut, ja, dat kun je je niet voorstellen, Joop, als je dat uit het mond van je eigen kleinzoon hoort vertellen wat hij heeft doorgemaakt. Ja. Die gruweldaden en wat hij op zijn netvlies heeft gekregen en ook nog de verliezen van een paar van zijn medesoldaten. Maar dat is al één ding natuurlijk, dat ja, ik ben niet de enige. Er zijn zoveel mensen die zo'n geschiedenis hebben, die zo'n verhaal hebben te vertellen. Iedere familie. In jouw familie. Ook. Maar toch, weet je wel, ik dacht, ik wil nu juist bij mijn kinderen zijn. Tuurlijk. Hoe dan ook. Tuurlijk. En ik kon verdorie geen vliegtuig krijgen, want elke keer werd geannuleerd. Ik zat gewoon op hete kolen. Hè? Ja. En uiteindelijk, gelukkig, vloog El Al. Die hadden een grotere Boeing genomen. En kon ik op 23 oktober kon ik dus hier naartoe gaan. En ik was echt zo blij.
En eerlijk gezegd, wat ik hier aantref, mijn kinderen wonen in Ramat Gan, dus een vriendelijke buurt met een parkje erachter, waar kinderen kunnen spelen, waar de schuilkelder is, et cetera. Waar oudere mensen elkaar ontmoeten, waar kinderen elkaar ontmoeten, waar moeders van kinderen elkaar ontmoeten. Ja. Daar speelt het leven zich zo'n beetje af. Ja. En dan ben je daar en dan plotseling gaan de sirenes. Ja. En dan moet je je kinderen oppakken en rennen naar de schuilkelder. Eén kindje van Daphne, die zit in een rolstoel. Dus die moet je dan, één van ons twee pakt haar dan op en dan rennen we daar. Maar we rennen niet hard, om die kinderen ook niet het idee te geven dat er echt iets ernstig aan de hand is. Dus je loopt, hè, met een snelle looppas daar naartoe, om te hopen dat je het binnen een uur, binnen een minuut haalt. Maar wel, wat ik zo wonderlijk vind, is de stemming die ik hier aantref onder de mensen. Ook vlak na zo'n luchtaanval, je hoort ze vallen, hè? Soms zijn het er wel 10 gewoon achter elkaar die je hoort. Ja. Gisteravond vlak boven ons hoofd hier. Je hebt ook gisteren die harde booms gehoord. Jongen, vlak boven ons hoofd was er één. Mijn ramen, ik dacht dat ze eruit vlogen, zo hard waren ze. Echt waar, achter elkaar. We moesten de kinderen gauw naar de kamer brengen, want we hebben hier geen schuilkelder en we schuilen ergens, weet ik veel, op een plek waar het dan zogenaamd wat veilig is. Ja. En, maar ja, we keken naar buiten, het was vlak boven ons hoofd. Ja. Dus, die dingen. Maar ja, wat mij dus dan zo opvalt, is dat na zo'n aanval, hè, gisteravond was het te laat, maar normaal gesproken, als het nog een beetje voor 8 uur is, dan gaan de mensen verzamelen zich in dat park. Hè? Ja. Oud, jong, noem maar op. Praten rustig met elkaar. Hoe de mensen met elkaar omgaan. Ik zie nergens agressie of leedvermaak. Weet je wel? Nee. En ook geen paniek. Er is ook geen paniek. Nee, de mensen zijn rustig. Ja. Ze houden zich rustig voor de kinderen. Doen alles om die kinderen te beschermen en juist niet te beïnvloeden. Precies. Ik hoor ook hier helemaal geen verhalen die mijn kinderen, mijn dochters vertellen aan de kinderen. Die weet je wel, zelfs hoorde ik mijn kleindochtertje zeggen, ik vind het gezellig, oma, als de sirenes afgaan, want weet je waarom? Dan gaan we allemaal heel dicht bij elkaar zitten. Hè? En dan zitten we gezellig allemaal dicht bij elkaar. Ja. En dan is het spelletje zo, ja, dat de kinderen gaan raden hoeveel boemen er vallen. Oh, ja. En dan zegt de één, ik geloof dat er 3 gaan vallen. En nee, ik denk dat er 5 gaan vallen. Dus dat is dan een spelletje. Ja. En ook in die schuilkelder gisteren in Ramat Gan. Weet je, op het Gan Alex heet dat. Het is Alex, het is onze speelplaats. Daar, als je daar dan één keer in bent, dan is het een grote ruimte. En dan heeft een jongen een bal meegenomen. En dan werd er, weet je, mensen proberen een beetje te zingen voor die kinderen. Ja. Zodat ze dus niet het gevoel hebben. Dus eigenlijk alles om het leven te beschermen en te vieren. Ik hoor volwassenen ook niet, denk ik ook wel met ouders van kinderen en hoe ze over de situatie denken en zo. Ik hoor in niemands stem enige leedvermaak of wat dan ook. Nee. Mensen kijken ernstig en het is een hele grote, een heel groot. Ja, iets waar we in zitten wereldwijd. Absoluut. Ik heb het idee, hè, dat na 7 oktober, dat de wereld echt gespleten is gewoon. En weet je, dat mensen ook, hoe moet ik het zeggen, wat ik dan zelf zo een beetje zie op de sociale de media. Ja. Ik schrik me echt wel dood, hoor. Meer jodenhaat. Ongelooflijk. Het is niet te geloven. Ja. En dan denk ik, hoe is het toch mogelijk? Maar weet je wat, het is gewoon een systeem. Als mensen één keer een politiek idee hebben, bijvoorbeeld
Je hebt altijd op de PvdA gestemd en je ouders deden dat en zo. Dan is het ontzettend moeilijk om daar vanaf te komen. Mensen houden niet van veranderingen. Nee. Praten nog heel lang goed de dingen die er gedaan worden, et cetera. Ja. En dus sowieso is het moeilijk voor mensen om uit hun eigen, waarin ze dachten, veilige gedachtenstructuur te komen. Hè, waarin ze dachten van, nou, ik ben helemaal in orde. Hè. Ik, weet je wel, ik heb een goed geweten, want ik denk zus en zo over de wereld. Maar als dat die constructie niet blijkt te kloppen, hè, als gewoon niet blijkt te kloppen, dan raken de mensen in paniek. Want wie ben ik dan, weet je wel? Ja. Wie ben je dan als je niet meer op die partij kan stemmen? Of dan moet je je opnieuw gaan oriënteren. Ja. En de informatie die er komt, die is niet altijd goed in Nederland. Die is heel erg gekleurd. Dus dat is denk ik een heel groot probleem. Ja, ik sta echt versteld elke keer weer, hoor. Elk uur eigenlijk van de dag. De jodenhaat die er gewoon openlijk naar buiten komt. Ik noem het niet eens meer antisemitisme. Het is gewoon ordinaire jodenhaat. En mensen. Ja, nou, ik weet het. Ja. Ik heb het ook op mijn jij krijgt het ook. Wat ik daar gelezen heb, jongen, dat weet je niet. Er is niet zo van dat ze tegen Israël zijn, maar wat er wordt gezegd, ik ga het niet herhalen, want mensen kopiëren gauw graag iets, maar dat is gewoon, daar lussen de honden geen brood van. Gewoon. Maar mensen hebben geen flauwe notie wat het is om te leven met het gevaar van terrorisme, met die mensen die dit roepen, daar zeg ik altijd, hebben jullie wel eens een bus voor je ogen zien exploderen? Met mensen half hangend uit de ramen. Ik bedoel, daar hebben ze geen idee van. Ze weten niet wat het is. Ze hebben er geen idee van. Ze weten niet wat het is in een schuilkelder te zitten. Hè? Mensen roepen maar wat. Het is onbegrijpelijk. Ik kom hier al zo lang. De allereerste keer waar ik zo ontzettend door geschokt was, dat was toen nog de PLO, geloof ik. En die hadden op een kleuterschool ergens boven in Israël. Malot. Waar ze Malot, ja. Hadden ze met alle genoegen die kleuters, weet je wel? Ja. Ik spreek mijn zin niet eens uit. Maar dan denk je, hoe kunnen mensen dit soort dingen doen? Maar men weet ook niet precies hoe Israël eigenlijk bedreigd wordt. Als je kijkt naar Gaza, die hele stad die daaronder ligt, ik geloof wel 500 kilometer aan tunnels is wat eronder ligt. Ja. En dat het ook verschillende tunnels zijn. En dat de hoofdkwartier van de Hamas zit 75 meter onder de grond. Die zitten veilig. Onder dat ziekenhuis, het Shifa ziekenhuis. Ja, nou, ik weet niet precies waar, maar ja, het Shifa ziekenhuis. Zeg maar, de locatie is 75 meter onder de grond. Ja. En zij hebben alle faciliteiten van voedsel, elektriciteit, eten, noem maar op. Die hele de constructie van die tunnels is ontzettend ingewikkeld en moeilijk. Want er zijn ook vallen. Weet je wel, je kunt, als je er naartoe gaat, het is bijna onmogelijk om die hele structuur, waar al het geld in is gaan zitten, van Europa, van mensen die dachten, fijn, weet je wel, na 2005, nou hebben ze hun eigen land, kunnen ze het mooi maken. Maar dat geld ging allemaal daar naartoe. Ja. En hiermee denken ze ook van, ja, wij zijn veilig, want het is onmogelijk voor Israël om dit te bombarderen, want dan bombarderen ze ook alle mensen hier. En dan kunnen ze helemaal niet meer voortbestaan. Dus dat idee, weet je wel, wat er is. Het is een slim systeem. Maar het is ontzettend vreed. Absoluut. Maar dat heeft die Hamas-leider gisteren ook gezegd. Hè? De tunnels zijn er om de terroristen en de leiders te beschermen. De bevolking moet beschermd worden door de Verenigde Naties en Israël. Dat is niet de taak van Hamas. Het was een duidelijke uitspraak. Ik heb hem op Twitter gezet.
Nou, dan ken je de mentaliteit. Ja, daar kun je niet tegenop. Daar kan je niet tegenop. Daar kun je niet tegenop. Nee. Het is ook nee, daar kun je echt niet tegenop. Nee. En we hebben gisteren gezien. We hebben gisteren gezien bij dat vluchtelingenkamp, althans zo noemden ze het, waar 50 doden vielen, omdat het tunnelstelsel onder de gebouwen in elkaar stortte. Ja. Dat bracht de doden. Ja. Dus ja, en Israël moet dit doen. Het leger moet dat tunnelstelsel volledig vernietigen. Absoluut. Maar ook ten wille van de Palestijnse bevolking. Ook. Want, ook. Weet je wel, die zoon van de Hamas, die Youssef. Ja. Dat heb je, dat filmpje heb je ook wel gezien. Ja. Hij was de zoon van een grote sheik. Ja. Die de Hamas heeft opgericht. En hij heeft zich ook als kind al wat vragen gesteld. Maar hij was een groot aanhanger van destijds van Arafat. En hij kwam er langzaam achter wat dus de intenties van de Hamas waren. Hij heeft in een gevangenis gezeten, geloof ik zelfs in Israël. Waar de Hamas hun eigen mensen vermoorden. 200 mensen of 300 zijn op brute wijze door de Hamas zelf vermoord, zei hij. Dus hij heeft op een gegeven moment gedacht, ja, wat nou als de Hamas hier nou de leiding krijgt in Gaza. Nou ja, dat kregen ze toen en toen wist hij eigenlijk al hoe ver het was. En hij is nu, hij zegt met de daad van 7 oktober heeft de Hamas de poorten van de hel geopend voor de Palestijnen, zegt. Ja. Ja, zeggen de Saoedi's ook, hè? En de Emiratis en de Bahreiners. Die zeggen ook, het zijn barbaren. Het zijn barbaren. Ja, maar er is geen enkele twijfel. Ik bedoel, daar moet niemand aan twijfelen. En iedereen die daar nog denkt van, ja, het is gewoon ook wraak. Hè? Van want zus en zo, die er een politiek verhaal van maken. Maar hij zegt zelf, de Youssef zegt zelf ook, dat de Hamas absoluut nooit heeft gewild vrede met Israël te maken. Hij wist al lang dat ze vanaf het begin dat zij Israël wilde vernietigen. Ja. Dat was gewoon, dat was het. En helemaal geen hand open om voor wat voor iets dan ook. Helemaal niet. Nee. Dus dat is nou, kijk, als vredelievend mens, weet je wel, als voor mij hoeven er niet eens grenzen te zijn. Als mensen zo kunnen zijn met de kwaliteit die een mens in zich heeft. En dat hebben we in ons. Ja. Alleen zijn sommige mensen zo geïndoctrineerd en zo verpest eigenlijk, dat ze een hele gedachtegoed hebben vervuild eigenlijk. Hè? Dus volkomen niet kosher, weet je, van binnen. Ja. En dan... En dan kun je dus niet meer daar los van komen. Het is heel erg moeilijk om los te komen van je eigen gedachten, van je eigen idealen, als het blijken dus foute idealen te zijn. En wat moet je dan doen om elkaar de hand te kunnen geven? Ik zou het heel graag willen. Hè? Ik zou heel graag willen Ik ook. Als dat mogelijk is. Maar niet op, echt, de manier, nou ja. Niet op de manier zoals het zondag en zaterdag in Amsterdam en Den Haag toeging. Daar valt niet mee te praten. Zelfs advocaten die in toga in Amsterdam gaan demonstreren afgelopen zondag. Ja, sorry, dat gaat mij toch te ver. Als intellectuelen, want daar zou je het van moeten kunnen hebben, als die hun informatiebronnen niet checken, als zij niet... zij kunnen wel weten wat er aan de hand is, maar ze willen het niet. Nee. Dus dat is eigenlijk iets wat heel verontrustend is. Hè? Mensen die misschien niet onderlegd zijn of die, niet goed kunnen lezen. Daarvan kun je zeggen, nou ja, dat begrijp je dan. Hè? Ze kunnen het niet. Nee. Maar als je het wel kan, als je wel wil... goed geïnformeerd wil worden
En dan nog moet je altijd twijfels hebben natuurlijk. Hè? Want elke informatie die wij hebben moet je ook nog eens een keer dubbelchecken. Absoluut. Bij wijze van spreken. Absoluut. Maar er zijn wel, je kunt wel structuren herkennen. Je kan, wat ik belangrijk vind is om te zien hoe, vanuit welke intentie mensen handelen. Dus als mensen handelen vanuit zo'n diepe haat, hè, zoals we dat hebben gezien hebben 7 oktober. Als mensen handelen vanuit zo'n bloeddorstige ziel, hè, ja, dan daar is niet tegenop, daar kun je niet tegenop, nee, anders dan te zorgen dat dit jou niet meer overkomt. Nou, en dat doet de IDF nu. Jammer genoeg weer. Dat doet de IDF nu. Daar zijn ze mee bezig. Daarom gaat het ook een lange actie worden, een lange oorlog. Ja, we zijn daar niet eventjes zomaar van af. Men moet die hele infrastructuur vernietigen. Men moet die leiders uit kunnen schakelen. Dat valt niet mee hoor. Dat valt nee, niet mee. Die, wat daaronder zit. Ik bedoel, als je je voorstelt, gewoon een land, weet je, wat er is om fijn te leven. Gaza is een mooie strook. Hè? Ze hebben een mooie, prachtig, een mooie zee. Het had zoiets moois kunnen worden. Ja. En daar had het ze ook echt vanuit mijn hart. Ik dacht toen het gebeurde, dacht ik, oh wat fijn. Hè? Ja. En, maar als je dan ziet hoe destructief ze met alles om zijn gegaan. Hè? Hoe destructief ook ze naar hun eigen bevolking kijken. Want het doet mij zo een zeer. Ik zou er zelf bijna naartoe willen lopen om die kinderen daar, weet je wel, die te redden. De Hamas die hun eigen mensen tegenhoudt om te vluchten. Ja. Dan kun je gewoon, ik kan het gewoon niet verdragen. Nee. Ik vind het verschrikkelijk. Ieder weldenkend mens kan dit niet verdragen. Iedereen hier vindt absoluut dat erg, weet je wel? Absoluut. Dus, ik bedoel, de IDF die blijft constant roepen, ga naar het zuiden. Maar Hamas laat ze niet door. Die mensen zitten nu dus in Gaza-stad. Oh, dat is toch om te janken. Ja. Want het zuiden wordt niet aangevallen. Dat is een verkeerde veronderstelling in Nederland. Het zuiden wordt niet aangevallen. Nee. Men houdt het in de gaten. Maar voor de rest niets. Geen bombardementen, niets. Niets. Goed, weet je wel, ik geloof dat ook in deze verschrikkelijke omstandigheden waar we nu allemaal in zitten, dat wij wel iets kunnen doen zelf. En want in wezen ben je machteloos ten aanzien van de hele situatie. Hè? Want ik bedoel, wat kan ik doen? Het enige wat ik kan doen en wat ieder mens kan doen is om zijn eigen gedachtegoed te bewaken. Natuurlijk komen er soms gevoelens van haat op. Als je die foto's ziet, die er allemaal wat er gedaan is door de Hamas en noem maar op. Geef het geen voeding en maak er geen beelden van. Nee. Je maakt geen verhalen. Maak er zelf geen verhalen van. Dus dit is wel wat we kunnen doen om zelf licht te blijven open te blijven voor elkaar. Ook wat ik hier nou zie, de mensen, hoe ze met elkaar omgaan, hoe zachtaardig eenheid is er nu hier echt enorm. Hier wel. Hier wel. Ja, hier in Israël, ja. En ook alle verschillen, dat is natuurlijk in een tijd van oorlog meestal wel het geval, maar er wordt wel gezegd dat dit een groot verschil is. Absoluut. Dat er nu gebeurt hier, dat het heel, heel mooi is. Maar goed, nogmaals, ik weet niet hoe ik Nederland aan zal treffen, Joop, als ik terugkom. Mij wordt gewaarschuwd voor het ergste. Men zegt, Joop, blijf lekker daar. Kom niet terug. Het is hier verschrikkelijk. Dat krijg ik te horen van mensen. Nou ja, weet je wel wat ik denk ook wel dat ik ken deze uitspraken ook. Ik hoorde ook Hans Knoop met zijn gesprek met jou. Ja. Dat dit de meest onveilige plek is die er is. Nou ja, als je kijkt naar de aanvallen die er zijn, dan zit daar wel wat in. Maar men voelt zich intern vrij als die hier is. Ja.
En ik voel me veilig. Ben je vrij. Ik voel me veilig. Dat voel je op je voelt je veilig als je hier... Je gaat naar de schuilkelder, weet ik veel. Het kan zijn dat de bom op je hoofd valt. Dat kan allemaal. Maar er staat iets tegenover... Ik was niet eens met Hans, dus hij zei dat je in Nederland veilig bent en dan zou je dan een soort muur om je eigen huis heen kunnen bouwen, et cetera. Nee, dat is niet waar. Maar wat voor een veiligheid is dat dan? Ja, precies. Hè? Precies. Dus, ik zie beelden in Nederland, maar ik zag heel goed. Ik zag gisteren een filmpje, ik weet niet of ik heb het geplaatst, een filmpje van een vrouw van dik in de 80 in Parijs. Op wiens huis Davidsterren waren gekliederd. En die vrouw stond huilend en snikkend de camera te woord. Omdat dat haar precies deed denken aan de jaren eind 30, 39, 1939, 1940. En zij zag daar geen verschil in. En die vrouw was zo overstreek daardoor. Dat ze zag die jodenhaat weer terug. En dat is... Ja, het is wel te vergelijken. Ik denk inderdaad dat er vergelijkingen zijn. Ja. En dat er nog steeds ook mensen zijn die daar te licht tegen aankijken. Ja. Die denken, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Hè? Het valt wel mee. En het ligt ook precies aan waar je woont. Als je in een dorp woont, dan heb je wat minder last van dan dat je in een stad woont. Of dat je herkenbaar bent als Jood of wat dan ook. Maar iedereen weet wel dat als de Jodenhaat oproert, dat de volgende groep dan ook aan de beurt is. Juist, precies. Dus, het is wel iets waar we over na moeten denken. Hè? Maar dat doen de meeste mensen jammer genoeg niet. Dat doen ze niet. Ze denken niet na. Je moet wel weten waarvoor je staat. En je moet voorzichtig zijn met je woorden. Absoluut. Iets verder kijken dan je neus lang is. Tuurlijk, weet je wel. Het is altijd fijn om te denken dat je een slachtoffer moet steunen. En zolang Israël een slachtoffer is, dan krijg je steun van de hele wereld. Ja, hè? Ja. Maar zodra er gehandeld wordt en zo, dan gaat die steun weer helemaal weg. Dus het zijn alleen de slachtoffers die gesteund worden. Maar als je dan kijkt van hoeveel moslims er in de wereld zijn, geloof ik 1,5 miljoen. Miljard, sorry. Ja. En hoe weinig Joden er zijn in verhouding. 15 miljoen. Dan denk je van, ja, is het toch mogelijk, hè? Ja. Ja, daar verbaas ik me ook altijd weer over. We zijn een groep van 15 miljoen mensen. Iets meer. Ja, minder nog dan voor de oorlog. Ja. Voor de oorlog waren er wat meer. Ja. Dus meer dan de helft was uitgemoord. Ja, maar we krijgen overal de schuld voor. We krijgen overal de schuld van. Wat zeg je? We krijgen overal de schuld van. Als er iets niet goed gaat in de wereld. Dat is dan fijn, hè, om een dader te vinden... Misschien. Maar ja, weet je, ik ben politiek niet geschoold. Als iemand komt met, net zoals je had gisteren Roland Kaan, weet je wel, iemand die zoveel feitenkennis heeft, die heb ik dus niet. En zijn emoties laat gaan. Hij liet zijn emoties gaan. Ik kijk maar meer naar de wortel eigenlijk, van hoe een mens eigenlijk in het leven staat. Ja. En of die haat kan herkennen. En of die mee wil gaan in haat. Als mensen in Nederland mee willen gaan met deze tsunami van haat, hè? En het prettig vinden om daarin mee te gaan. Want sommige mensen vinden het gewoon prettig als entertainment, want die hebben verder helemaal niks misschien om over na te denken. Nee. Dus die denken heerlijk, weet je wel. Het is een soort, ja, weet ik veel, een ritje in de kermis of zo, of een, weet ik veel. Ze voelen zich fijn om mee te gaan in haat. Maar wees dan wel... Wees daar dan wel bewust van wat dat betekent voor anderen. Wees bewust van, als je meegaat in die tsunami van haat, wat je dus, dat jij hiermee, en het geldt ook voor journalisten die foute informatie geven, dat je gewoon mensenlevens kunt vernietigen hiermee. Ja. Hè?
Net als de berichtgeving van de bom die op het ziekenhuis zou zijn gestuurd door Israël en dat niet waar was. Ja. Dat bericht heeft heel veel kwaad aangericht. En waardoor inderdaad de jodenhaat nog meer is opgeleid. Maar ook wij als individuele mensen zijn zelf verantwoordelijk of wij meegaan in een stroom van haat en ons mee laten voeren als soort, ja, en het nog prettig vinden ook om dat te doen. Dat je dus een verantwoording hebt en dat je hiermee ook, levens kunt vernietigen met deze haat. Ja. En aan de andere kant kun je gewoon dat niet willen doen. Hè? Je kunt je gedachten observeren. Je kunt je ziel rein houden van deze vreselijke donkere stormen. Hè? Dus ik denk dat wij als personen een belangrijke taak hebben. Dat iedere Nederlander en iedere Europeer, iedereen heeft hier een rol in. En we moeten niet denken, het zijn zij. Nee, het zijn wij. Wij zijn verantwoordelijk voor wat wij denken en voor wat onze diepste intentie in het leven is. En dat is eigenlijk ook waar ik over zing altijd. Ja. Ja. Dat is ook wat mij zoveel inspiratie geeft, omdat ik daar zo diep van doordrongen ben dat het zo is. Nee, maar ik kan het helemaal met je eens zijn. Ik vind dit trouwens een hele mooie afsluiting. Want jij was van, misschien 10 minuten, 15 minuten. Weet je dat je al bijna 40 minuten zijn we aan het praten. Maar Joop, je kan het. Oké. Nou, dat is 40 minuten. Ja, 37 minuten gaat hij nu in. En nochtans hebben we niks opgelost. We lossen het niet op, maar... Maar we hebben wel een stemming weergegeven van juist hoe mensen denken, hoe de gedacht zou kunnen worden en juist wat er zich afspeelt. Ja, ja, en misschien een klein iets dat mensen eens even na gaan denken. Over jouw uitspraken. Ja, dat ze hun eigen gedachten gaan maken. En dat ze absoluut ervoor gaan waken dat ze niet meegaan in wat voor een haatstroom dan ook. Precies. Daarmee red je eigenlijk je eigen land, je redt mensen en je redt je eigen ziel daarmee. Juist. Daar sluiten we mee af. Lenny. Amen. Amen. Lenny, enorm bedankt. Ik vond het heel erg lief van je. Ik heb het graag gedaan. Ik vond het heel erg lief van je. Volgende keer moeten we elkaar echt eventjes onder een lekker glas ontmoeten. Ja, dan gaan we weer een kopje koffie drinken. Ja, het zijn nu een beetje die rare tijden. En dan kom jij weer lekker achter op die motor aan. met Daphna, hè? Met Daphna, gezellig. Gezellig. Nee, dat gaan we weer doen. Gaan we zeker doen, want deze tijden die gaan ook weer voorbij. En dan komen die we gaan ook weer voorbij. In hele mooie tijden. En dan is het weer heerlijk om van het leven te genieten, zal ik maar zeggen. Hier moeten we even doorheen met ons allen. Dat wordt er hier ook gedaan, hè, tussendoor. Ja. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Gewoon, dat mensen kiezen steeds voor het leven. En, absoluut. Hè, en dat is eigenlijk een mooie... Ze kiezen altijd voor het leven. Altijd. Hoe moeilijk het ook is. Altijd. Ja. Daar gaan wij voor. Nou, goed, Joop. Lenny, enorm bedankt. Heb een veilige terugreis naar Nederland. Dankjewel. Ja, succes met je concerten. Gaat het concert hier in Israël nog door? Of? Nee. Nee. Ik zou inderdaad in december. Ik hier komen in december met mijn twee muzikanten. Ja. Maar goed, het is afgebeld. En ik had. Wat moet je nog zingen eigenlijk? Ja, precies. Wat is er te vieren? Precies. We moeten eerst rouwen. Rouwen. Ja, daar zijn we nu ook mee bezig. We vieren het leven, maar we rouwen mee met de mensen. Absoluut. Ja, precies. Nou, oké, Lenny, enorm bedankt. Een hele fijne dag. Dank je wel. Tot ziens. Dag. Ja, dit was Lenny Koer met hele duidelijke uitspraken.
Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ja, morgen ben ik er weer. Ik hoop met Esther Voet. En ik zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.